andaban solos. Riva y Apu y Ni. Al enige tijd draait in verschillende filmhuizen de documentaire Klanken van Oorsprong van de filmmaker Hetty Nijkens, Rethel Helmlich. Het is het verhaal van diverse artiesten met een Nederlands-Indische achtergrond die tussen 1945 en 1962 gedwongen terug moesten naar hun oorspronkelijke vaderland, Nederland. Verwachten beelden te zien uit onze jeugd. Nostalgie. Okay. Optreden van de Blue Diamonds, Anneke Grunlo, die muziek. En waar begon de jeugd voor jullie? In Almelo. In welke wijk? In B-club. Nou, ik heb hele positieve geluiden gehoord. Ja. Dus ik denk dat het gewoon heel leuk is en heel veel herkenning is. Ja, nou, ik hoop. Tielman, dat is een jeetje ongelooflijk. Tielman Brothers, dat waren acrobaten. Hey, kippenvel. Dat show-effect, dat zat al in de Indo zelf. Hè? Alles wat hij doet, doet hij met show. Rudy was stiek jaloers. Dat wilden wij eigenlijk ook graag. Maar wij zaten al... Zum Abschied sag ich dir goodbye. Twinkellicht heb stof voorspeld. Boven jouw hoofd geen wolkenvel. Als je spiegel. Indië zit wel in mij. Op een voor mij hele prettige manier ook. We werden het land uitgebonjourd. Je was verdreven eigenlijk. Je hoorde er niet meer bij. Je had een uitklapklep en dat was muziek. Geen berg aan de horizon. Hoe is dat? Een reggae? In dit land waar ik ben geboren. Dat is toch kroontje, kom op man. Dat komt uit Indonesië vandaan. Daar is altijd, je bent nou Nederland en nou ga je, het houdt je bek tegen en je gaat integreren. Als je maar niet aan die wilde negermuziek gaat beginnen. Eerst maar een satéetje halen. Little ship, keep sailing, till you reach the shore. Then I'll hold my loved one in my arms once more. In my arms once more. In my arms once more. Aanleiding van de film Klanken van Oorsprong, die vandaag dus draait in de Almelo, en waarvoor we nu een volle zaal hebben, is eigenlijk zijn eigenlijk mijn eerste eerdere films, Contract met Jos, Jangan Lupa, ook met een ondertitel, Maleis en Buitenkampers, Bukan Mayin. En die twee films die had ik eerder gemaakt. Dat gaat over de Indische geschiedenis. Anneke Grunlo leefde nog, Sanda Remer, Riem de Wolf van de Blue Diamonds. Zij leefden nog en zij konden mij precies vertellen wat hun beweegreden was om met muziek bezig te zijn geweest. Hè, waarom zij de muziek zijn gaan maken, maar ook hun Indische geschiedenis. Dus je hoort Anneke ook over de oorlog vertellen in deze film, Klanken van Oorsprong. Maar het is ook een hele mooie, luchtige muziekfilm geworden. En waarom? Nou, de Tielman Brothers uit Breda en later hebben ze furore gemaakt in Duitsland. Zij zijn eigenlijk de oprichters en de nesters van de Nederlandse popmuziek. Ja. Zij zijn begonnen in 1957 en Hans Baks is een van degenen die overleefde van Tielman Brothers, die ook bij de Tielman Brothers speelde, bedoel ik, en bij de Javelins. Die zit ook heel erg goed in de film,
Hans en Eddie Châtelain van de Crazy Rockers. De Crazy Rockers bestaan volgende week 60 jaar, dat kun je nagaan. Zijn eigenlijk de Nestors van de Nederlandse popmuziek. En ik ben heel trots ook dat ook een Boudewijn de Groot, die ook Indisch bloed heeft en Indische roots. En natuurlijk Ernst Jans, Dennis van Leeuwen en Lisbeth Lister, die ook in de film zitten om het een en ander te vertellen. Nou, het is een heel film die dus nou niet meer gemaakt kan worden, omdat een aantal mensen er niet meer zijn, maar ook niet meer kunnen. Zoals bijvoorbeeld Lisbeth List, zij is dementerend. Dat heeft ook in de media gestaan. Mm-hmm. En op die manier heb ik dus een film kunnen maken die een inkijkje geeft in de Indische geschiedenis, maar ook in de Nederlandse popgeschiedenis. Okay. De in Almelo wonende Ikki Fürstner en James Limman hebben in die tijd deel uitgemaakt van de Tillman Brothers. De Indo-scene is bij mij begonnen in de 70 jaren. Mijn eerste bluesband was de Eastern Aces, daar ben ik naar Duitsland mee gegaan. Dat was in de 70 jaren. Maar ja, ik zat bij Donnie thuis. Donnie woonde toen op de Windmolenbroek, op de Karekiet. En toen kreeg ik opeens een telefoontje van een zekere Reggie Tielman. De telefoon kwam vanuit Basel en hij zei, wij hebben nog een bassist nodig. Want onze vroege bassist, een zekere Benny Putira, die gaat eruit. En de jongens van Eco, die ook op bezoek waren daar bij Don Nebo, zei Ikki, als het jou was, zou ik maar gaan. Want elke Indo-rocker, die, als ze bij Tielman gevraagd worden, ja, die moet gewoon heen gaan. Dus als het jou was, gaan we naar Basel. Gaan we naar Basel, naar Tielman. En op een gegeven moment zat ik in Davos. Hè? Was ik geloof ik met First Move. En toen kreeg ik een telefoontje van Reggie. Reggie Tielman. Ja. Nou, we hebben veel van jou gehoord, Loet, zegt hij. Goeie gitarist en zo, hebben zin om bij ons te spelen. Ik zei, nou ja, ik weet het niet. Ik voel me wel goed bij First Move, ik zit al 7 jaar hier. Maar ik heb het toch gedaan uiteindelijk. Ik ben weggegaan bij First Move en First Move ging gelijk op elkaar. Dat was de laatste informatie. Die ging gelijk op elkaar en ik ging naar Tielman.